This is Alwyn. Alwyn always wanted to be the fastest windsurfer on the Shield Lake. But one person is holding him back. Tuan Versiput. Tuan and his gear are so extremely fast that Alwyn decided to get some advice on surfcenter.nl. Alwyn gets in touch with the most successful Dutch World Cup windsurfer, Jordy Vonk. Hey Alwyn, tuurlijk kan je een vraag stellen. Vraag maar raak. Ik ben druk bezig om het spotrecord van Twan op het Schildmeer terug te pakken. Gaat me dat lukken met een nieuwe duotoon warp? Het lijkt me zeker een mooi doel om jouw spotrecord weer terug te pakken. Ik weet zeker dat de warp voldoet aan de eisen om ervoor te zorgen dat jij snel genoeg gaat. Kleine aanpassingen in de top hebben ervoor gezorgd dat je nog meer acceleratie hebt en nog hoger topspeed kan behalen. Dus ik weet zeker dat met dit zeil jou dat gaat lukken. Dat klinkt goed. Mag ik hem nog even opgetuigd in de winkel zien? Ik zal zelf helaas niet in de winkel zijn, maar er staan genoeg jongens klaar om het zelf weer op te tuigen, zodat je het zelf nog even live een keer kan bekijken. En mocht je dan nog vragen hebben voor tips en tricks voor het tunen van het zeil, kun je uiteraard mij weer bellen. Hey Alwyn, het zeil staat hier voor me. Oh gaaf, dat ziet er veelbelovend uit. Top, we sturen hem op en hij komt zo snel mogelijk jouw kant op.